van het Vlaamse Belang, Tom van Grieken. Wat vond u van de septemberverklaring? Bah, ik vond het een beetje, zeker in de stijl van Geert Bourgeois, dat is niet het meest aanstekelijke stijl. Ik heb veel dingen gehoord, maar ik heb ook veel dingen niet gehoord. Wat heeft u niet gehoord? Hij spreekt van een begroting in evenwicht, maar ja, hij houdt er wel slinks het Oosterweel uit, de kosten voor asiel en migratie. Dat heb ik ook niet gehoord, het is een groot Vlaams project. In de media de grote woorden over meer autonomie en zo, maar geen woord over autonomie. En bij momenten vroeg ik me zelfs af op welke planeet Geert Bourgeois leefde als hij sprak dat een van de grote pijnpunten was het toenemende moslimhaat en geweld tegen moslims. In heel Europa gebeurden er aanslagen door moslim-extremisten, ook bij ons. En hij heeft zijn pleidooi voor een warm Vlaanderen. Waarin asielzoekers, vluchtelingen moeten opgevangen worden. U heeft dat niet geapprecieerd. Dat zegt u, dat zeg ik niet. Nee, het is een vraag. Ik zeg zeer duidelijk dat het zeer gek is waar hij de accenten legt. Om bijvoorbeeld als hij pleit, ja, er is eindelijk een resultaatsverbindenis aan de inburgeringstrajecten. Ja, het zijn, is de vraag aan het begin van de cursus, ja, wat zijn uw persoonlijke doelstellingen? En als ze dat halen, ze moeten 80% aanwezig zijn, maar niet echt een object, geen examen waar feiten gestaafd worden. Ja, als dat dan een resultaatsverbindenis is, ja, bon, daar ben ik zeer cynisch over. Komt er nog eens bij dat heel Vlaanderen moet besparen, maar in Nederland bijvoorbeeld hebben ze die inburgeringscursussen, die zijn niet gratis zoals hier in Vlaanderen. Hè. En daar moeten zij dat zelf betalen als zij deel willen uitmaken van die Vlaamse warme samenleving. Dan moet men een inspanning leveren. En dan was ik toch zeer teleurgesteld in Geert Bourgeois. Nu, Geert Bourgeois zei wel, onze begroting is in evenwicht. Geen nieuwe belastingen voor de Vlamingen, integendeel, belastingsvermindering. Er komen geen extra heffingen, geen turteltax ergens. Of vreest u dat er toch nog iets naar boven zal komen? Mag ik erop wijzen dat de turteltax eventueel herzien ging worden? Daar hebben we ook geen woord over gehoord. En het zou er nog moeten bij komen, mevrouw, dat na al die belastingsverhogingen, gas, water, elektriciteit, de schoolfactuur, noem maar op, opvang van kinderen, alles is al gestegen de afgelopen jaren, dat er nu nog eens met een nieuw pakket belastingverhogingen zou komen. Ja, dat lijkt me toch maar de evidentie zelf dat de belastingen niet omhoog gaan. Integendeel, u kent ons vooral daaromtrend. Geert Bourgeois vindt nog steeds de luxe om 12 miljard euro van Vlaams geld naar Wallonië te versluizen. Ja, dat vind ik persoonlijk iets wat misschien toch eens op tafel gelegd kan worden. Okay, ik zou zeggen, ga uw gang woensdag, hè, want dan is het debat. Ja, dank u wel. En dan zenden wij dat debat natuurlijk uit. Ik ga u laten gaan. En ik